De nieuwe minister van Grond- en Bosbeheer, Diana Pocky, heeft gisteren het roer overgenomen van Mike Noor Salim. De protocolaire overdracht vond plaats op het hoofdkantoor van het ministerie. Pocky vroeg bij haar aantreden de ondersteuning van de leiding van de departementen en hun structuren om het beleid van de regering uit te voeren. Ze wees het personeel erop dat het doel verwezenlijkt kan worden wanneer er samengewerkt wordt en gezamenlijk offers worden gebracht. Eenheid, verdraagzaamheid, optimale inzet en oprechtheid zal ik hoog in het vaandel dragen op het ministerie, aldus Pocky. We zijn er voor elkaar om elkander te ondersteunen en elkander te begeleiden. Als minister van Grond- en Bosbeheer kan ik deze verantwoordelijkheid niet alleen dragen, nee. Maar u bent mijn steunpilaar om alle problemen waarmee dit ministerie te maken heeft, te kunnen oplossen. We weten allemaal dat grond en bos veelal speculatief worden gebruikt. Maar men houdt minder rekening, en let wel, men houdt minder rekening met het feit dat iedere Surinamer in dit mooie land recht heeft op een stukje grond. En meer nog, dit stukje grond kan gebruiken om ondernemerschap te stimuleren. Onthoudt u deze woorden goed? Ja, ik, Diana Pocky. Diezelfde Diana Pocky staat hier. Alleen ben ik nou minister van Grond- en Bosbeheer. Maar u bent welkom. Als er problemen zijn, we zijn er voor land en volk. U bent welkom. Hier sta ik. Minister Silvano Tjongahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu haalde aan dat de opsplitsing van het ministerie niet gezien moet worden als een aderlating, maar als een verrijking. Hij zegt dat het een tweelingministerie wordt. Hoewel er een splitsing komt, is het niet de bedoeling dat er een afscheiding komt. Het is juist de bedoeling dat voor wat betreft ruimtelijke ordening, dat er veel meer aandacht zal worden besteed aan de ruimtelijke ordening, zodat de gronduitgifte veel beter kan geschieden. En dat is precies de bedoeling waarom er nu een ministerie van ruimtelijke ordening en milieu is ontstaan. Op onze ervaring, het is een geweldige job die hier geklaard moet worden. Dit is een van de moeilijkste ministeries. Iemand zei me eens, op dit ministerie zijn de meeste ministers vroegtijdig weggestuurd. Dat gaat niet gebeuren en daarvoor zullen we wagen. Minister Silvano Tjongahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu, gisteren tijdens zijn eerste toespraak. Hij sprak de hoop uit dat het personeel de ondersteuning zal bieden aan hem en zijn collega Pocky.